Ja. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten wat je dan hebt geschreven? Het ging over hoe we elkaar ontmoet hadden, maar dat was decennia geleden. Dat was heel lang geleden. Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Maar wat heb je er ongeveer? Daarvoor moet je het boek lezen. Van de sluier. Wat heb je over zich hier gezien? Nou, we zijn allebei met een relatie begonnen 20 jaar geleden. Zij met Philip en ik met Marien. Zij vond het gewoon heerlijk om getrouwd te zijn. We zijn heel veel dingen gedaan met z'n vieren. Gewoon als getrouwde stellen. Dat vond ze heel leuk. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit. I'm not terribly aware. I know she's always working on her books, and I'm a fan of her earlier literature, which I've read, but I haven't read her latest publications. I need to catch up. All right. So you stuck with The Happy Hooker? The Happy Hooker, of course. Yeah, right, I read a long time ago. Yeah. So the revelation for you? For my wife in particular, because my wife was a young Pakistani woman when she discovered Zavira's writing, and so it really opened a window on the world and a completely different way of thinking and being for her. I think it was very liberatory as an experience for her. Yeah. Yeah. So a lot of people who are joining this party wrote a few pages in a... Yes, my wife was one of them, yes. Yeah. Yes. What did she write? She wrote exactly the thing I just said, which she found, discovering Zavira's work a very liberating experience, that she used to have to hide and secretly read the book, because she would be scared that the book would be confiscated if it was discovered, because it's very illicit material in Pakistan, and for a young teenage girl to be, exposing herself to that. But she also just wrote how much Zavira means to her as a friend and an inspiration. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. It was kind of this, a little bit about how I got to know her. But she's also asked me to write a few things. I have two sons who do the strangest things in the world, and they were virgins when we arrived in Amsterdam. They've lost their virginity while they were here. So Zavira sort of been like a generational inspiration for us. Anekdote zou zijn dat zij daar ook mijn broer heeft ontmoet aan de beach in Mexico. Dat ze op een gegeven moment wilden gaan zwemmen in de oceaan. En dat waren net op die tijd was het vrij gevaarlijk om dat te doen. Waarom? Ja, want er waren haaien. Dat was een van de vaak dingen. En dat was geen goed idee in onze opinie om dat te gaan doen. En we moesten een heleboel overtuigingen doen voordat ze dat geloofden. Oké. Okay. Zo, dat zou een anekdote kunnen zijn.
Ik heb Vera leren kennen in, denk, rond 1979, 1980. Toen ik werd meegenomen naar een feestje, zoals ik ook heb beschreven in haar laatste boek. Mm-hmm. En dat feestje was in Amstelveen, in haar huis toen. En ever since. En wat gebeurde er allemaal? Nou, zo'n feest als waar we nu zijn, een bijeenkomst van kunstenaars, veel acteurs waren er toen ook. En gezellig samen zijn, mm-hmm. dat was het vooral. Voor de verjaardag of zo, rond dezezelfde tijd. Warm, buiten, om een tuin die vrij hoog was opgegroeid. Herinner ik me buren die vooral erg misnoegd keken. En hier ook. Tuurlijk, waar Vera woont, daar kijken de buren misnoegd. Omdat er plezier uitstraalt, toch? Heb je ook nog een anekdote opgeschreven in het boek? Ja, ik heb in het boek, het is een beetje een treurige anekdote, Emiel Toeps, Amerikaan, die heel gelukkig is geweest hier in Amsterdam. Uiteindelijk is teruggegaan en aids heeft gekregen. En geen geld meer van zijn ouders om de medicijnen te betalen. En toen heeft Vera een deel van die medicijnen, of langer, dat weet ik niet precies, maar betaald. En uiteindelijk heeft die jongen harakiri gepleegd. Letterlijk. Ah. En ik vond het ongelooflijk mooi dat Vera hem door dik en dun is blijven steunen. Comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas, même si l'on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue franchement que c'est grisant. Nu au soleil. Niet zo lang, veel mensen kennen haar veel langer dan ik haar ken. En ja, ik ben heel dol op haar, omdat het gewoon een ontzettend warm wijf is. Ja. En dat heb je ook geschreven? Ja, ik geloof het wel, ja. Dankjewel. Ja, Frank, ja, maar hoe we elkaar kennen. Hoe, en dat je hier elkaar dan weer tegenkomt, dat vind ik zoiets bijzonders. Ja, dat vind ik heel bijzonder, want ik heb hem toen in theater in Woerden ontmoet. En het was meteen, had een enorme aantrekkingskracht. Hè. Als je naar die man kijkt, dan krijg je een warm gevoel. Hoe dat zit, weet ik ook niet. Maar, nou, jaren niet gezien. Toen een paar jaar geleden in het veilinghuis zat hij achter de piano. En ineens kom ik hem hier tegen. Nou, hoe leuk kan het leven zijn? Maar wat ik van herinner en wat ik ook haar foto zie, Xavier is nooit ordinair. Nee, ze is nooit wat voers. En heel veel prostituees hebben wel iets plats. Ja. En als je op de wallen komt, dan zou zij daar niet echt in thuis horen. Ze heeft tot nu toe, nu ze 78 is geworden deze week, de regie over haar leven behouden. Ze houdt de regie over alles. Ze houdt controle en ze houdt de regie. En zeker over haar eigen bestaan. Ik ben een aantal dingen oneens met haar, maar wat ze gedaan heeft. Maar dat is iets anders. Het woord discreet zou ik niet zozeer gebruiken. Ik zou voornamelijk eerlijk zijn. Ja, volgens mij is zij altijd eerlijk. Ja, daar en heb je gelijk. Of dat ten koste van een ander gaat, dat heeft ze misschien nog niet eens zo goed door. Want ze denkt dat eerlijkheid belangrijk is dan misschien iemand in bescherming. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. En hoe hebben jullie Sophia leren kennen? Oh, dat moet jij vertellen. Nou, heel toevallig, op een feestje, hebben we elkaar ontmoet en toen iedereen zat op je te letten en toen heb ik gevraagd van, ik wil een afspraak met je maken. Nee, hoe heb je Vera ontmoet?
Oh, Vera. Ja, ja. Oh. Dat is ook interessant, hoor. Ja. Oh, 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 oh. Nou, moet het, wacht even, moet het even overnieuw? Ja, dat kan al niet. En hoe hebben jullie Sofia leren kennen? Nou, als volgt. Ik ken Vera nu 32 jaar. En ik ging vroeger met mijn vriend Walter ging ik naar café Reinders. Eilders. En in de, bij het Leidseplein. En daar gingen we de eerste van de maand naartoe. Omdat dan een nieuwe kunstenaar zijn werk ophing. En natuurlijk gingen we daarheen voor een biertje, maar dat kan je bij elk café doen. Maar die kunstenaar die dan nieuw werk exposeerde, die werd dan ingeleid door een deskundige. Vonden we interessant. Op een gegeven moment, één maand later, of zoveel maanden later, was er een kunstenares en die exposeerde schilderijen met erotiek, erotische schilderijen. En toen zeiden ze, nou, daar moeten we een deskundige voor vragen. En dus vragen we Saviera Hollander. Toen was Saviera daar, die heeft een hartstochtelijk verhaal gehouden over die schilderijen en de erotiek. En na afloop kwam Saviera naar ons toe en die ging flyers uitdelen, want ze gaf allerlei voorstellingen. Nou, en er was 3 voorstellingen. En 1 voorstelling was bij haar thuis. En toen zei ik, nou, dan wil ik die voorstelling bij jou thuis volgen. Zei ze, dat kan niet, want er kunnen maar 60 mensen en het is al vol. Ik zei, ja, maar daarnaast, op nummer 15, daar woonde tandarts Beek. En daar was ik bevriend met zijn zoon. En daar heb ik heel veel, heb ik daar met mijn jeugd doorgebracht toen we 10, 11 jaar waren. En toen hebben we daar heel leuk, hebben we een ruitentikje gedaan in jouw huis. Bij een leuk meisje van 18 jaar die aan de zijkant dan met ruitentikken tevoorschijn kwam. En schaars gekleed. En wij als jongetje van 10, 11 jaar vonden dat natuurlijk heel leuk. En Xavier die keek mij aan en die zei, nou ja, nou weet je wat. En ze keek me wel een minuut lang aan en toen zei ze, je mag komen. But it's not a crime that you're here tonight. It's not a sick pilgrim who claims to the right. And then I don't know, but it's hallelujah. Hallelujah. Hannah. I love that. Yeah. Makes you sad. Why? I don't know. It's just a special song with me and my grandfather. Right. And he's not here today. No. If a song makes you happy or sad, there's always a story behind it, isn't it? Yeah. Yeah. So what's the story behind you and Saviera? Well, I've met her actually 10 years ago. I'm 27 now. And when I was 17, I was here for a week to get to know my grandfather, Eddie Woods, better. And he took me. Hmm? And your grandfather is? Eddie Woods. Yes. And then he took me to this, I think it was her Easter brunch or Easter celebration, what she used to do. And then I was here and I felt so free that I decided to move to Amsterdam. And then when I moved with 19, so 2 years later, always been coming back and she's been coming also to my poetry readings. And yeah, out of a sudden, like I've never imagined that. I live here now, like since October 2020. So that's the story. Shelter. I live in the shelter and the chalet. Mm-hmm. Yeah. So what did you write in the book? Oh, in the book, I was just basically what I just said, that I love this house and it has so much character and personality, and that I've grown up in a very conservative town. I've never imagined myself being able to live the life I actually didn't know I need to live. Dus voor de eerste keer in mijn leven dat ik een blue red shoes zie. Een mooie. En bij wie horen ze? Deze. Bij Mirko. En bij? Oké.
Ja, we bouwen er even een quizje in. Je moet even zeggen wat je doet als je in de slaapkamer komt. Vraag me even, wat is onze relatie? Oh, wat doe je in de slaapkamer? Wat doe ik in de haar beter maken? Haar beter maken. Okay. En ik ben de enige man die betaald wordt in haar slaapkamer. Om mijn naakt onder handen te nemen. Magische handen. Philip mag dat, maar dat is mijn man. Maar hij mag het ook. Okay. Eén keer per twee weken. Philip dagelijks. Okay. Als nou, dat is een, ja, heel bijzonder, hè? Dat is heel bijzonder, inderdaad. Sterker nog, het is een privilege. Ja, het is een privilege. Ja. Ik heb hard moeten studeren. Ja. En nog even hem vragen. Hij zei zo. We hebben elkaar al ontmoet en ik ga zo direct van even vragen stellen. Als jij er niet bij bent. Als jij er niet bij bent. Dus jullie hebben dezelfde achtergrond. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben allebei in Indonesië gewoond. Ik ben daar niet geboren, zij wel, Xavier. Maar ik kwam daar, toen was ik 2. Dus van mijn 2e tot mijn 7e heb ik op Java gewoond. En dat was wel in de tijd van Merdeka en uiteindelijk ook de grote trek terug naar Nederland. Hè, van alle Indo's en Nederlanders. Dus ja, spannende tijd. Alleen als kind heb ik het beleefd als een paradijsje. De bloemen werkelijk prachtig, de geuren, het eten verrukkelijk. Het is voor mij nog steeds het meest lekkere wat er is, hè? Nasi goreng enzovoort. Het is een onvergetelijke pracht. Ik heb echt als kind in een paradijs gewoond, heb ik het gevoel. En ik ben ooit gekidnapt. En dat was de limit. Ja, want dat, dat was in de tijd dus van de Merdeka, zoals ik al zei. En ik liep met mijn broertje op straat en ik werd door een betja, zo heet dat, zo'n riksja, dat is een betja daar. Daar zaten twee Indonesiërs in en die pakten mij beet. Wierven mij in de betja en mijn broer begon te gillen. Die lieten ze staan. Die begon vreselijk te gillen. Dus allemaal mensen kwamen naar buiten uit hun huizen. En net op dat moment kwam mijn oom om de hoek in een jeep. Nou, die achter de bedje aan. Toen hebben ze mij eruit gegooid. En goed, dat was het. Ik denk dat ik iets heel ergs ontlopen ben. Ja. Ja, want er werden heel veel kinderen werden toen de tijd gekaapt om rantsoenen, hè, om geld te vragen of of seksueel uitgebuit te worden. Dus, ja. Maar dat is gelukkig niet gebeurd? Nee, dat is mij niet gebeurd. Dankzij de providentie, zal ik maar zeggen. Het geluk dat ik had, ja. Ja, klopt. Vorig jaar een leuk interview gepubliceerd waar ze heel veel onthullende dingen vertelden. En sinds die tijd zien of spreken we elkaar, bellen elkaar. Markant, leuk. Ja, dus, en ik vind het heel leuk om hier nu te zijn. En bij Sevira is tijdloos voor mij. Katje. Hi. Hi. Goed om jou te zien. Goed om jou te zien. Leuk. Ja, we moeten echt. Dag, hallo. Ik ben Tom de Jong. En ik woon in Amsterdam. En gezellig feestje hier. Hallo. En hoe are you? Wie bent u? Ik film al 10 jaar jou. Je filmt al 10 jaar mij? Ja. En elke keer moet ik met mijn grote snuffert weer in het scherm kijken. Maar dat lukt je nog altijd goed. Dus wat dat betreft mag je blijven. Hallo, gefeliciteerd. Over het nieuw boek kan ik nog niet veel zeggen. Het heeft bestuursvoorzitter van de Gaykrant en journalist. Maar Xavira recenseert soms boeken die interessant zijn voor onze lezers. En dat is even heel kort. Ik weet niet waar ligt dat boek.
Oh, een stukje, ja. Nee, maar Marion die heeft een heel stukje geschreven, ja. Van zon en maan. Ik weet het niet meer, maar wel wat belevenis. Zij weet vast dat ze geschreven heeft, ja. We kennen haar natuurlijk ook al... We hebben zo jaar 2025 gestreden tegen elkaar. Ja, inderdaad. Ja, dat klinkt heel... Hoe gaat het nu met je? Ja, mij gaat het hartstikke goed. Ik ben... blij dat het allemaal weer goed gaat, dat ik weer helemaal op en top in conditie ben. En waar ik ook heel blij mee ben, is dat we hier weer eens zo gezellig bij elkaar kunnen zijn. En gewoon samen muziek maken, lekker wat drinken, lekker kletsen met elkaar. We hebben dat toch wel gemist het afgelopen jaar. Dus dat is helemaal geweldig. Met mij gaat het goed. Ja. Ja, dat klopt. Daar heb ik ook een verhaaltje in geschreven. Geschreven hoe wij Xavier ontmoet hebben en altijd met veel plezier geweest zijn. En dat klopt, daar heb ik ook een stukje in geschreven. Ja. Een tipje van de sluier. Moet ik even terugdenken. Ik heb natuurlijk verteld hoe wij Xavier ontmoet hebben. Dat is met... door Saul Reigelin. Dat was onze vriend van Hans in Londen. En die logeerde bij Xavira omdat hij daar voorstellingen deed. En die belde ons van, joh, ik zit in Amsterdam, zullen we elkaar weer eens ontmoeten? En dat hebben we gedaan. En zo zijn wij de eerste keer bij Xavira langs geweest. Ja, en dat vonden we zo leuk. Dat wij gewoon naar verschillende voorstellingen geweest zijn. En wat ik ook geschreven heb, dat is een voorstelling die ons heel erg bijgebleven is. Dat was de Westerburg Serenade. Dat ging dan over Westerbork, over de mensen die daar gezeten hebben. En er bleek dat de oma van Hans, die heeft ook op Westerbork gezeten. En die had nog in het oude doosje van haar spulletjes die daar zaten, zat nog een uitnodiging voor een voorstelling op Westerbork. En dat hebben wij toen gedeeld met de organisator van die voorstelling. En daar was hij heel blij mee en die heeft dat ook ingescand. En dat zwerft nog een beetje online. Dus dat heb ik ook verteld in het boek. Dus dat is leuk. Hoe noemen ze dat? Een soort middelaar, iemand die iedereen bij elkaar zet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat zij, in mijn beleving... het leukste vindt om te doen. Dus ze heeft een dinertje of een lunch. Zet ze allemaal mensen bij elkaar en zegt ze, ja, maar die is leuk voor jou of die. En daar is ze heel erg mee bezig. En dat heb ik beschreven in dat verhaaltje. Mijn verhaaltje gaat over haar, niet over mij. Oké. En ze is eigenlijk een soort matchmaker. Ja. Aan wie ben jij eigenlijk dan gematcht? Nou, ik denk aan Philip. Oké. Okay. Hoezo? Oké. Ik zet hem even stil. Anders ga ik hier ondertussen op horen. Hoe heet ze nou? Achter je, hoe heet ze nou? Sheila. Sheila. Dank je, ja. Sheila. Zij heeft mij gekoppeld aan Sheila. En Sheila heeft, wij hebben een musical gemaakt over The Elephant Man. En Sheila heeft dat vertaald in het Engels. Dus, en ik heb Sheila hier ontmoet. Mm-hmm. En dat bedoel ik met, ze zet mensen bij elkaar en zegt, ja, maar daar heb je misschien wel wat aan. En dat is, dat vind ik, ik zeg het hier. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me mijn eigen handen gaan.
samen. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schaamte.